Herman Zwering, lid van de fractie van de PvdA in de gemeenteraad van Almelo. U maakt zich ernstig zorgen. Ja, ik maak me zeer ernstig zorgen. Zeker over de energieprijs en de inflatie en alle gevolgen die dat heeft voor de Almeloze samenleving. En dan kijk ik niet alleen naar de minima, maar dan kijk ik ook naar het bedrijfsleven. En kijk ik ook naar mensen met twee keer modaal. Want de kosten die voor energie die reizen de pan uit. Een beetje gemiddeld gezin in een aardig huis komt straks al op 12.000 euro per jaar. Ik heb vanmorgen nog even gekeken naar de gasprijs. Die staat op dit moment gemiddeld op 3,94 de kuub. Nou, dan mag iedereen zelf uitrekenen wat hij dan moet gaan betalen. En dat wordt een vrij onbetaalbare geschiedenis. En dat betekent vervolgens, als dingen niet betaald kunnen worden, dat gezinnen ontwricht worden. En dat betekent ook dat we heel veel ellende tegemoet gaan. En daar moeten we op anticiperen. Wat bent u van plan? Nou, wat ik van plan ben, dat is eigenlijk veel meer om te kijken van wat kunnen we als raad samen daaraan doen. Bijvoorbeeld, hoe kunnen we zorgen dat we mensen uit de schuldsanering houden? Of hoe kunnen we mensen die naar de schuldsanering heen moeten, die weg vereenvoudigen? Hoe kunnen we de pijn verzachten? En dat kunnen we zeker niet voor iedereen, daar ben ik ook heilig van overtuigd. Maar misschien kunnen we met elkaar wel hele inventieve ideeën ontwikkelen, waar de hele raad achter staat, waar de Almeloze bevolking en de Almeloze samenleving en ondernemers ook wat aan hebben waar zij verder mee kunnen. Waar moet volgens u het geld vandaan komen? Nou, de vraag is of er direct geld vandaan moet komen. Dat is een andere vraag. We hebben natuurlijk even het Rijk ook een heel pakket inmiddels afgekondigd. Dat is niet voldoende, dat is duidelijk. Als we kijken naar Duitsland met 65 miljard en Frankrijk volgens mij met 100 miljard. Dan wonen daar vanzelfsprekend ook meer mensen. Maar het is niet, zeg maar, voldoende om de pijn te dekken die ontstaan, die gaat ontstaan in de nabije toekomst. En die ontwrichting van die samenleving, die zullen we nog heel lang voelen met elkaar. Vandaar dat we ook heel erg alert moeten zijn van hoe gaan we hiermee om en op welke manier willen we dat opvangen met elkaar. Want wordt het volgens u zo ernstig? Ja, dat gaat heel ernstig worden, want als inderdaad er geen geld meer voorhanden is voor leuke dingen, dan betekent het ook dat de middenstand, en met name de kleine middenstand hier in het centrum, om maar wat te noemen, die ook geconfronteerd worden met hoge energieprijzen, hogere personeelskosten zoals het er nu uitziet, dat die ook niet meer kunnen bestaan. En als er minder besteed gaat worden, ja, dan wordt het heel erg ingewikkeld. Dus ik denk dat aan alle kanten straks gevoeld gaat worden hoe de geesel van de hogere energieprijzen en de inflatie over ons heen gaat.